Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb sinds een tijdje deze Neo Coolcam Deurbel en Sirene in gebruik. En deze werkt op zich wel goed. Hij doet wel gewoon zijn werk wat hij moet doen. Alleen laatst waren de batterijen op. En toen deed ik 's ochtends, toen ik net wakker was, de deur open. Maar ik was vergeten het alarm uit te zetten. En toen startte Homie netjes alle flows en de verlichting ging mooi rood branden en Homie zei dat het alarm geactiveerd was. Alleen het bleef dood en dood stil. Ik denk ja, dat is natuurlijk niet echt handig. Als het nou ingebroken wordt, dan worden ze ook niet echt verjaagd. Dus toen ben ik even gaan nadenken en ik dacht, ik heb natuurlijk ook Google Home producten in huis, dus de Google Home en de Google Home Mini en de Google Nest Hub, die heb ik in huis. En deze kan ik natuurlijk ook gebruiken om een sirene te maken. Dus in deze video wil ik je gaan laten zien hoe je in plaats van zo'n sirene je Google Home of je Google Home Mini kan gebruiken om een sirene te maken. Om een sirene door het huis te kunnen laten klinken, ga ik als eerste een groep aanmaken in Google Home. Dus daarvoor open je de Google Home app op je smartphone. En dan zoek je een Google Home of een Google Home Mini op of een Nest Hub. En daar tik je op. Vervolgens ga je naar het tandwieltje wat boven in beeld komt te staan. En nu zie je in het lijstje zie je groep staan. Als je daarop tikt, dan kan je een nieuwe groep aanmaken. En dat gaan we dus nu ook doen. Kan je de groep een naam geven. En ik noem hem voor nu Sirene. Tik ik op opslaan. Nu wordt de groep gemaakt. Dus daar moeten we even op wachten. En als zo de groep gemaakt is, dan kan je daar naartoe gaan. De groep is nu gemaakt. Tik je nu op het kruisje. Tik je op het pijltje naar beneden. En nu scroll je helemaal naar beneden. En daar vind je alle groepen. Nou, nu zie je je sirene met een eentje erachter. Dat betekent dat er één apparaat in de groep zit. Als je nou de groep tikt. En vervolgens tik je op het tandwieltje boven in beeld. En dan staat er apparaat kiezen. Als je daarop tikt, kan je alle apparaten kiezen welke je in je groep wil hebben. Dus nu doe ik eventjes een fotolijstje. En de Google Home, de gang, en de werkkamer en wekker. Dan zeg ik volgende en nu worden ze allemaal toegevoegd aan de groep. Om deze groep nou ook te kunnen bedienen met Homie, moeten we ook eventjes deze groep in Homie toevoegen. Dus daarvoor ga je naar de Homie app. En dan ga je naar apparaten. Vervolgens tik je op het plusje in de rechterbovenhoek. En dan zoek je de Google Chromecast app op. Ik zie hem hier al staan, dus daar tik ik op. Zeg ik Chromecast. Vervolgens kies je selecteren. Nu zal die alle Google Chromecast toe gaan voegen. Ik wil alleen sirene toevoegen en dan zeg ik volgende. Nu wordt de groep aan Homie toegevoegd en dan kunnen we hem gaan gebruiken in een flow. En nu staat hij hier netjes toegevoegd. Oké, gaan we nu naar de flow editor toe. Nu we in de flow editor zijn, kunnen we een flow gaan maken. En daarvoor klikken we op create a flow. Gaan we als eerste eventjes de flow een naam geven. Ik noem hem voor nu sirene inbraak. Dan ga ik in de als kolom ga ik Heimdall opzoeken. Heimdall. En dan zeg ik het alarm is geactiveerd. Nu kan je nog twee voorwaarden aan toevoegen. Dat ga ik ook doen. En dan zeg ik toezichtmodus is ingeschakeld. Deze kan je zo laten staan. Voor nu ga ik hem even inverten. Anders moet ik mijn alarmsysteem aan gaan zetten.
En dat is niet zo makkelijk. Dus voor, jij kan hem gewoon uit laten staan. En dan zeg je, toezichtmodus is ingeschakeld. Dat doe ik nog een keer. Zeg ik nog een keer, toezichtmodus is in verticum voor nu. Hoef jij niet te doen. En dan zeg ik deels ingeschakeld. Deze deels ingeschakeld, die trek ik een stukje naar beneden. Dan komt er een OR tussen te staan. Of komt er tussen te staan. En ja, dat zijn twee voorwaarden die waar moeten zijn. Dus dan moet het alarm echt aanstaan voordat het sirene straks af kan gaan. Dan gaan we naar de dan-kolom. En daar zoeken we de sirenegroep op die we net gemaakt hebben in de Google Home app. Nu zie je hier de Google Home sirene staan. En dan kies je de kaart kast een geluids-URL. Dan moet je hier een URL op gaan geven welke jij wil afgespeeld hebben. Daarvoor kan je naar homiecornelissen.nl. Vervolgens ga je naar downloads. Ik kan er even op klikken. En dan ga je naar mp3 bestanden. Klik je alarm sounds. En dan staan hier allemaal verschillende alarm sounds welke je kan kiezen. Ik ga voor nu voor de inbraak. Hieronder zie je een URL staan onder al die bestanden. En deze kan je selecteren. Dan kan je hem kopiëren. En als je dan weer teruggaat naar de Flow Editor, dan kan je daar de link in de kaart plakken. Vervolgens willen we natuurlijk ook dat het geluid goed hard staat. Dus als jij dan gewoon muziekje afspeelt, dan staat hij misschien wat zachter. Maar als je niet thuis bent, dan moet hij natuurlijk zo hard mogelijk gaan. Dus dan voegen we nog een kaart toe. En dat is de kaart Zet Volume Naar. Nou, zet ik hem nu eventjes zachtjes. Want ik wil mijn buren niet tot last zijn. En wat ik me net nog zit te bedenken, is dat ik ook eventjes een delay toe ga voegen. Dan kan hij eerst eventjes het geluid op het juiste volume zetten. En daarna kan hij de URL gaan kasten. Dus ik voeg hier een URL van een delay van 1 seconde toe. En dan tik ik op save. Nu is de flow gemaakt. En kan ik hem gaan testen. Pak eventjes mijn telefoon erbij. Zodat ik hem meteen uit kan zetten. Nu tik ik op test, zeg ik nog een keer test. En nu gaat hij als het goed is afspelen. En nu ga ik hem eventjes resetten. En nu is hij weer gereset. Die reset flow heb ik al eerder gemaakt. Dus als je dat ook wil doen, moet je nog eventjes een extra flow maken. Oké, gaan we nu de reset flow maken. Dus we klikken op Create a Flow. En geven de flow als eerste even een naam. Reset in Sirene. En dan gaan we in de Als kolom gaan we de Heimdall kaart opzoeken. En dat is de kaart Het alarm is gedeactiveerd. Als je dan in de Heimdall app op deactiveren drukt, dan zal deze flow gestart worden. Nu kun je voor de veiligheid nog een extra voorwaarde toevoegen. En je zou je bijvoorbeeld de push bevestigingsvraag kunnen toevoegen. En dat is een mobiel kaart. En je ziet hem hier al staan. Stuur een push bevestigingsvraag. Die kan je toevoegen. Selecteer hier een gebruiker. En je kan een vraag stellen, dus wil je het systeem resetten? En hiermee zorg je ervoor dat het alarm alleen uitgezet kan worden als jij daar toestemming voor geeft. Dus mocht er een inbreker in huis zijn en die weet op een of andere manier het alarm uit te zetten, dan kan hij hem niet deactiveren. En zal de sirene blijven afgaan.
En als jij dan toestemming hebt gegeven, dan kan die deze flow voortzetten. Dan gaan we in de dan-kolom, gaan we nou de sirene toevoegen. En dat is de sirene van de groep die we net gemaakt hebben. En dan kies je de kaart stop casten. Nu, als je hem nu opslaat. Even kijken, kom maar. Ja, hij heeft opgeslagen. Nu zal hij de sirene uitzetten zodra je in Heimdall op deactiveren drukt. Je kan in de dan-kolom natuurlijk nog meer acties toevoegen. Dus bijvoorbeeld de verlichting die je normaal wil zetten. Of een deur die je van slot af wil halen. Of gordijnen die je open wil doen. Dat soort dingetjes. Die kan je allemaal toevoegen. En dan wordt je alarm netjes gereset. En je huis weer teruggezet naar een goede waarde. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En als je toch bezig bent, klik meteen even op dat belletje. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik weer een nieuwe video plaats. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe.